Hoe lang is het geleden dat u nog eens een gedicht geschonken kreeg door een wildvreemde man? Die herinnering zou eruit kunnen zien als volgt. Goedemiddag, dames. Hallo. Goedemiddag. Mevrouw, mag ik u een gedicht schenken? U mag dat zeker en vast, ja? Met alle plezier. Ja. Gedicht voorlezen? Ja. En, zalig. En zal ik er een tapijtje onder leggen? Komt u eventjes mee naar Contrabasman? Ja? Okay. Dit gedicht is alleen voor u. Van ons, van mij. Zelfmoord amoureuze. Liefste zelfmoord amoureuze. Breng jezelf tot ontploffen. Dat kun je goed. Of nee, wacht nog even. Leg je eerst in hinderlaag. Zo dadelijk pas Erik. Kom dan in beweging. Rijd me in stukken. Je zelfgemaakte hartgranaten, je spijkerharde fantasie, scherpe lichaamskronkels, explosies van genot, overleefd. Het licht uit de ogen ondervraagt waarom ik me zo uit handen gaf, waarom ik je zo graag zag, waarom ik je zo begeerde, waarom ik je... Ze gijzelde me. Zonder media-aandacht te vragen, zonder onderhandelingen, zonder losgeld. Ze keek me aan. Ze bleef me aankijken met niets anders voor ogen dan een grote dood. Mijn Stockholm-syndroom. Alsjeblieft. Dank je, dat is wel heel mooi. Het heeft wel iets heel, moet ik zeggen, iets in het begin ook heel... vreed. Maar je hebt een prachtige stem om het voor te lezen. En dat maakt dat je er helemaal in wegdroomt. Dat is ongelooflijk schoon gezegd, hè, Fanny. Ja, het is gemeend ook. Het is gemeend. Het is echt heel mooi. Dank, dank je wel. Alsjeblieft. En het bundel is natuurlijk te koop in de boekhandel. Oké. Okay.